Rood water en het stinkt hier enorm. Kom, kom, kom. Wat kan dat betekenen? Duurt die voet? Nee. Oh, daar kan zomaar een lijk hebben liggen. Waarschuwing. Seekers dringt aan. Niks na te doen of te proberen wat te zien is in onze video's voor de veiligheid van jouzelf en anderen om jou heen. Yo, ik ben Devin. En ik ben Tim Tigran. Wij gaan naar een verlaten discotheek. En we zijn weer samen met Erwin van Achterklap. En je kijkt naar Seekers. This is make believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. We staan nu voor de verlaten locatie, maar we moeten nog zien binnen te komen. Doe daarvoor vast eventjes een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal en wij gaan naar binnen. Dit moet de discotheek zijn en ik vind het best wel vreemd dat er een nieuw slot op zit. Ik sta nu aan de andere kant. Tim en Erwin komen er snel achteraan. Ja, lekker Tim. Is dat geen auto die daar staat? Wacht even. Ja, tuurlijk is dit niet een discotheek. Er staat daar een auto. We moeten iets verder. Dit is die houtbedrijf. We zijn bij het verkeer. We staan gewoon op een fucking houtbedrijf. We staan op de houtbedrijf. We staan op de verkeerde plek. Let op, hè. We hebben even wat rondjes gelopen, want we dachten eigenlijk niet dat dit de discotheek was. Dus we dachten dat we verkeerd waren. Maar als het goed is, hebben we hem nu. Shit. Die deur toch? Dat is een achterdeur. Nee? Hij ziet er wel open uit. Hij is inderdaad ja, open. Ja, hij is open. Trek hem open. Trek hem open. Ja. Weet. Ik zei het toch, ik zei het toch. Fucking ding. Dit is een discotheek, denk ik. Ja, dit is sowieso een discotheek. Dit is echt die back entrance, jongen. Kijk wat er staat. Voor vrouwen is het 10 euro, voor mannen is het 25 euro. Wat? Wat is dit voor club? Hier stond je dan te dansen, Duf. Allemaal flessen met dranken. Wow, yo. Hier staan alle dranken gewoon. Wacht, wacht, wacht. Oh, het lampje flikkert. Ja, ik heb hier wel een goede wissing staan voor je, man. Wat doet het? Nee, de lamp gaat uit. We hebben maar één lamp. Kut, sorry. We hebben maar één lamp en de lamp gaat uit. I know, man. Is hij echt aan het knippen? Ja, ik doe niks. Gast. Ik zie het niks anders, hè? Ja, het lampje is uitgegaan, man. Ik sta in glas. Hij doet het niet meer. Erwin, onze lamp is uit. Ja. Ligt hier op mijn lachgas ook. Hey Def, mensen gingen hier uit, toch? Ja. Nou, onze lamp ging net ook uit. En dat is kut, want dan hebben we alleen nog de lamp van Erwin en onze telefoon. En onze telefoon. Ja. Dat is eigenlijk net niet genoeg. Ik denk dat die van Erwin ook bijna leeg is, want we hebben net ook nog een andere locatie gedaan. Ja. Maar hij doet het nu nog eventjes, dus laten we snel, laten we snel er doorheen gaan lopen. Zijn dit kogelgaten? Wat zeg je? Zijn dit kogelgaten? Ja man, die is doorheen geschoten. Is die daarom tegen die club? Nee, maar dit is wel heel precies. Alles wordt hier gewoon kapot gemaakt. Dus ik denk dat hier ze gewoon echt bewust op is geschoten nadat het dicht was. 29 april 2016. 2016. Nee, dat is niet zo heel lang geleden. 2016, het is bijna 2019. Ja, dat valt dan op zich best mee. We hebben echt de laatste kaas gewoon dicht. Super. Ja, dat is waar. Oeh. Shisha? Dit is een shisha club. Oh shit. Daarom mensen gewoon shisha. Wat is dit voor ruimte, gast? Wat is dit? Wat is dit? Oh, dit is gewoon een stuk bar. Dit is gewoon een opberghok, man. Dit is een spiegeldolof, jongen. Oh shit. Ja. Dit is gewoon de VIP backstage area. Zou die een gekke vriendje zo hebben gestaan? Geen idee.
Overal drank. Ligt overal scheid, met papiertjes erbij, dude. Ja, kut licht. Dat is die achterdeur die ze bedoelen. Echt? Ja. Nooit. Oh, het is wel geblokkeerd. Daar is de uitgang. Oh shit, hier is de straat. Maar je kan niet uitgaan, je kan niet uit de nood uitgaan. Oh, de lamp gaat ook uit. Yo, waar de fuck is Ergen helemaal? Echt heel erg ver. We staan hier nog bij een derde bar die we hier vinden. Je ziet het echt heel slecht, man. Ja, echt slecht. Maar ik hoor Ergen roepen, dus Ergen laten we... Ergen klinkt heel erg ver. Kom, we gaan even snel heen, ja? Want die lamp gaat uit. Ik ga mijn telefoon erbij pakken, man. Ja, pak de telefoon. Deze lamp is kut aan het doen. Ergen klinkt in paniek of zo. In paniek, man. Kom snel. Wat de... Yo. Kom mee. Wat heb je? Dit is echt scary shit ik ooit heb gezien. Dat is dat achtste stuk. Zie je daar? Heb je gezien dat er een fucking knip? Bro, luister. Heb je gezien dat er een bos bloed aan de muur is genageld? Wat? Nee. Nee, je lult. Nee, ik zweer het. Gast. Kijk, dit is echt scary shit ik ooit heb gezien. Gast. Ja? Dit is niet normaal wat echt. Kom maar binnen, ik ben doodserieus. Kijk, zachtje. Wow, yo. Nee. Kijk, er is nergens anders bloed. Niks. Alleen aan die pop en aan die muur. Right, ik ben weg. Bro, nee. Het nog engere is... Nee. Ik had geen bovenverdieping zien. Als je door deze deur naar links boven gaat, kom je nog in de bovenverdieping uit. Boeit maar niks, ik heb geen licht meer. Let's fucking go. Licht. Ja, bro, fuck it, ga je naar boven? Ja, dan is hij echt een bovenverdieping, gast. Ja, ik ben er klaar mee, man, eerlijk. Bro, die pop, ouwe. Ik def toe niet, man. Jezus, dit is shit. Dit is echt een ding, man. Het ruikt mij is dood, gewoon. Wacht hier dan, wees voorzichtig. Shh. Wat de fuck is dat? Ik veel goede shit. Hallo? Hey. Gast daar boven is koude 1. Ja, ik weet. Ja, ik loop. Hier stinkt het, man. Nee. Wat is er? Wat doe je? Wat is er? Ik fucking nauwelijk. Ja, natuurlijk. Ik dacht dat iemand kwam, man. Fuck dat. Nauwelijk, oké. Dat is straks wel. Kijk die pruik, gast. Dat haar. What the fuck? Gast, ik hoor Tim niet meer. Waar is Tim? Ik hoor hem liepen gewoon, mensen. Bro, mag dat alles? Er ligt hier zelfs een babyluier. Bro, dit ligt hier nog geleden. Ja, er ligt hier een babyluier, man. Ja, man. Hier hebben mensen geleefd, man. Junkies. Ja, man. What the hell? Hier komen mensen, man. Ik denk ook dat we hier weg moeten gaan. Gewoon hele keuken hier. Waar is Tim, man? Waar is Tim? Nee, pak even. Maar ik maak even wat shots. Gast, ja, maar dit is echt niet leuk. Kijk deze hal. Kijk die pillen, gast. Er liggen hier gewoon letterlijk pillen op de grond. Ik weet niet wat het precies zijn. Dat is niet chill. Kom. Bro, is nou weer gehoord dat er iemand van de dakraam zou geboefd of zo? Denk je dat? Dit zou belachelijk zijn, dude. Dit is eigenlijk meer. Het stinkt hier echt vreselijk. Hier zijn allemaal kamertjes. We hebben nu alles doorzocht. Het is genoeg geweest, man. Het is genoeg geweest. Dat is niet zeker. Kijk die haarplukken, gast. Het stinkt hier echt te hard. Gast, waar is Tim? Ik weet niet. We kunnen Tim niet achterlaten, dude. Gast, hier helemaal getrashed. Wij zijn uitgekeken hier zo. Hier is nog een zonnebank. Wij gaan dus zo snel mogelijk naar beneden Tim zoeken en dan weg van dit terrein. Want we weten niet wie of wat hier zit. En nu wordt het wel een beetje creepy, man. En Tim is ook zomaar ineens weg. Hij was stil, hè. Want hij zag die naalden toch? We weten niet wat hij zag, maar hij is wel ineens weggegaan. Ergen.
Maar besef ook dat iemand die deur bewust zo daar tegenaan had gezet. Ja, iemand heeft die deur er tegen gezet zodat je hier niet. Waar zijn die naalden? Oh, hier ligt al die shit. Wat? Wat ligt daar? Ja, weet ik veel. Glasscherven. Tim zag naalden liggen. Dit is echt eng, bro. Tim! Tim! Kelder. Nee. Gaan we erheen? No way, ik ga die fucking kelder niet binnen. We hebben onszelf ook ingesloten. Oh, fuck it. Hallo? Oh. Ik heb bijna geen licht, man. Nee, het zat hier vol met water. En zelfs like, onder water. Het is rood water, dude. Heeft hij geen. En het stinkt hier enorm. Rood water? Devin, kom terug. Kom terug. Wat kan dat betekenen? Dude, ik zie je voet. Nee. Oh, joh, dat was een laars. Ik schrok me. Kom, Devin. Ik schrok me door dit rood water en het stinkt hier. What the hell? Ik denk steeds meer dingen te zien, man. Kom. Nee, man, dit is niet goed, man. Dit... Ga weg, man. Ga weg. Oh, daar kan zomaar een lijk hebben liggen, hè? Daar kan zomaar een lijk liggen, dude. Ja, maar de water dan is rood. Het is bloedrood. En ik zie een schoen liggen en... Bro, nu wil ik weg. Loop, snel. We gaan niet meer langzaam doen, man. Ik ben net in mijn eentje weer naar buiten gegaan. Normaal denk ik, oké, pop aan de muur gespijkerd, zo wel. Maar het muurde daar fucking hard. En er lag serieus scheid met papier erbij. Dus ik had zo zwaar het idee dat er een zwerver zit. En natuurlijk zal die banger zijn voor ons dan wij voor hem. Maar alsnog ben ik altijd bang dat ze met een wapen komen of weet ik veel wat. Dus ik dacht, fuck deze shit. En ik ben voor het eerst gewoon in mijn eentje een locatie uitgelopen. Dus sorry Dev en Ergen. Ja, dat water lag vol bloed. Kom daar Tim. Weer allemaal scheetpapier. Kijk voor het glas. Snel naar buiten, man. Tim is daar niet te zien. Nee, Tim is gewoon lang op de trein nog. Laten we naar het hek toe rennen waar we net waren. Ja. Ik hoop dat we daar eens we gaan gewoon weg. We gaan gewoon weg. Ja. Deze plek was zo creepy. Tim zit in de auto. We zijn eruit. Tim zit in de auto. Zit hij in de auto? Ja. Oh, holy shit, dude. Wow, yo, boys. Even serieus. Ja, dit was een hele bizarre locatie. Ja, weet je wat het is? Ik vind airbags echt super leuk. Maar dan moet ik weten dat het safe is. En het is 2 uur 's nachts. Als daar een zwerf ligt te pitten. Ik ben altijd bang dat ze op met een mes of iets. Vergeet in ieder geval niet die duimpjes omhoog te doen op deze video. Als je dat nog niet had gedaan, dan moeten ze nog meer doen, Devin. Abonneer op ons kanaal natuurlijk. Belletje aantikken. Misschien een leuke reactie. En dan zien jullie Wacht. Kijk ook nog even het kanaal van Ergen. Want die heeft weer een unieke video van deze locatie. Check dat ook even. Hey, later. Yo. Overal schijt, met papiertjes erbij, dude. Beter gaan we. Hier, het is 5 voor 2, hè, Def. Oh, shit. Tijd om even naar de Mackey te gaan. Beter gaan we even wat eten en drinken. Fuck dat gebouw. Nee, het was wel lijp. Laten we gaan. Juist. Let's go.